Hoi, welkom bij een nieuwe video. Hoe langer je dan bent geworden, want volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1, 2 centimeter. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Wie een beter maakt zien vandaag? Stefan misschien? Subscribe to the YouTube channel en be your best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En deze video laat ik het Fun en Entertainment Centrum hier zo in Zevenum laten zien. Hier zo achter zit namelijk het landenpark waar ik zelf zit. Hier zo heb ik ook een video van gemaakt. Dus check die zeker ook even. En je kan hem ook aan het eind van de video bekijken. Maar ik heb gehoord dat het super gaaf is. Ze hebben hier dingetjes voor kleine kinderen, een trampolinepark, allemaal restaurantjes. Heel gaaf, maar ik ga zelf naar binnen kijken en ik neem jullie mee. Ook al is het gesloten, ik heb toch gefixt dat ik naar binnen kan en het alsnog aan jullie kan laten zien. Dus ik ga naar binnen. Nou, ik sta nu binnen bij het Springpark en er is helemaal niemand. Het is super rustig, omdat het natuurlijk dicht is. Maar dit is super gaaf, want ze hebben het een beetje in een Mario game-achtig stijl gemaakt. Dus hier zie je ook start game en ik zal zo naar het Springpark echt naartoe gaan en het ziet er echt super gaaf uit. Dus als je hier zo naar boven gaat, dan is het al helemaal groen. Het ziet er super gaaf en cool uit. Maar het begint hier zo bij een soort groene portaalachtig lijkt erop. Hier moet je doorheen. En dan kom je bij het Springpark. Nou, dit is dus het Springpark. Hier zo achter me heb je een soort parcours. Met allemaal obstakels waar je overheen moet. Normaal ligt er hier zo een luchtkussen. Maar die hebben ze natuurlijk even uitgedaan omdat er dus niemand is. En dan hebben ze hier zo nog meer springkussens. En daar ook allemaal trampolines, maar een soort, iemand is hem, niemand is hem of zo kan spelen. Echt super gaaf. En ook een soort vlammen hangen aan het plafond. Het ziet er vet cool uit. Echt een beetje in een soort gamer-stijl. En ja, hier het parcours zie je dus een beetje Mario met de muntjes. En het kasteel en een soort Bowser staat hier zo nog. Heel gaaf vind ik het. En meteen naast het springpark zit hier zo nog een skatebaan. En deze ziet er ook super gaaf uit. Ook een beetje in dezelfde stijl gemaakt. En hier zo staan ook fietsen. Dus je kan met fietsen en misschien nog ook je skateboard of step. Ze hebben hier ook een gedeelte voor wat kleinere kinderen. En dit is Metal Play. En hier zo hebben ze Angelina Ballerina, Thomas de Trein, Bob de Bouwer en Brandweerman Sam. En die zal ik ook nog even aan jullie laten zien. Want het ziet er echt super gaaf uit. Nou, hier achter me is Angelina Ballerina en hier zo, dit ziet er echt super gaaf uit, want dit is echt gewoon een soort van setting uit de tekenfilm zelf. Hier zo heb je het podiumpje waar je zelf kan dansen. Je hebt hier zo achter me bloemen die ze zelf kunnen plukken, echt super gaaf. En hier zo nog een klein huisje waar ze muziek kunnen maken. En dit is echt voor kleine kinderen van 2 tot ongeveer 7 jaar. Maar zelf zou ik hier zo ook naartoe gaan, omdat het er gewoon super gaaf uitziet. Dan kunnen we hier zo achter ook nog naar het podium. Achter het podium hier zo. En het is wel allemaal heel klein. Ik was echt net door de deur heen. En hier zo kunnen ze zelf dansen in de dansschool. Om leuke dansjes te leren en uiteindelijk het podium op. Het is echt super schattig allemaal. Dan gaan we door naar Bob de Bouwer. En als je naar binnen komt, is het echt een eyecatcher, maar hier zo staat gewoon zo'n truck. Hij is echt super gaaf. En hier kan je dus ook zelf inzitten of in de voorkant. Echt super gaaf dat hier zo staat. En hier zo hebben ze allemaal kleine winkeltjes, shops, zeg maar. Hier zo kunnen ze een helm van Bob meenemen om op te doen. Ze kunnen broodjes maken. Hier zo verder kan je nog graven. Een huis in elkaar zetten. Echt... Daar zo kan ze nog tekenen, echt super veel. En het ziet er ook allemaal echt super gaaf uit. Nou, naast Bob zit nog een mega bloks. En dit is eigenlijk gewoon, ja, nu is het even weg. Maar een hele grote ballenbak met allemaal blokken. En hier zo kan je gewoon met je mega bloks hele leuke creaties maken. Dan gaan we door naar Brandweerman Sam. En als je binnenkomt, kan je hier ook al meteen een helm pakken. Net zoals bij Bob. En als je doorloopt, dan komen we net als bij Bob een auto tegen. En dit is dus de brandweerauto van Brandweerman Sam. Super gaaf. Dat die hier gewoon staat en dat kinderen erin kunnen spelen en dat soort dingen. Dan hebben ze hier zo nog een huis die in de fik staat, zeg maar. Dan kunnen ze er doorheen. Hier zo staan nog kleine dingetjes om hem te blussen. Echt super gaaf. Dan is er hier zo nog een klein supermarktje.
waar Bob veel in naartoe, brandweerman Sam veel naartoe gaat. Ik haal alles door elkaar. Maar dit ziet er ook super gaaf en het is allemaal kleine dingetjes, zo schattig. Gaan we door. En dit is een beetje het watergedeelte, want hier zo hebben ze een boot staan, zo'n brandweermanboot. En daar zo nog een scooter, een waterscooter. En dit ziet er ook echt super gaaf uit. En nou, net zoals ik al net zei, ik zou hier zelf ook gewoon nog in willen spelen, ook al is het tot ongeveer 7. Dan gaan we daar naar Thomas de Stoomlocomotief. En dit is echt het grootste wat ze hier zo hebben. Er staan hier zo namelijk 3 treinen in ware grootte. Hier zo is Thomas natuurlijk. Hij ziet er super gaaf. Hier kunnen ook de kinderen in. Dan, als je je omdraait, staat er nog een rode trein. Ja, ik weet al die namen even niet meer, maar die staat hier zo. En hier omheen zit een rails waar ze zelf in een klein treintje kunnen. Super schattig natuurlijk. En ook door dit hele gedeelte, daar achter de trein en hier zo in de boerderij, zijn allemaal kleine leuke spelletjes die ze kunnen doen. En dan gaan we de andere kant op en dat is hier zo. En hier zo hebben ze ook een hele grote hijskraan is het. En daar zo nog een vliegtuig die in een ballenbak staat. En het ziet er echt super gaaf uit allemaal. Het is echt net zoals van de tekenfilm. Echt heel gaaf. Dan is hier zo aan de andere kant nog allemaal blokken waar ze mee kunnen spelen. En daar is ook nog een blokkenbad. En dat zijn dan soort de kolen van Thomas. Dus heel gaaf gedaan allemaal. Dan hebben ze nog een gedeelte. Ja, dat houdt niet op. Het zijn superveel, maar ook echt super gaaf. En dit is Mega Construction. En hier zo kunnen ze met Lego allemaal dingetjes bouwen. En echt een stappenplan maken van bedenken, maken, vastleggen. Super gaaf is het gedaan. En ja, ik wil dit ook echt zelf gaan doen. Dan heb je hier dus dat je het allemaal op de muur ziet. Daar 3 vastleggen, 2 bouwen, bedenken. Het ziet er allemaal super gaaf uit. En ja, ik heb het volgens mij heel vaak gezegd, maar ik wil dit echt zelf doen als het open is. En dan hebben ze hier ook nog een rollskatebaan. Hier zo achter me zie je de rolschaatsen. En dan hier zo is dus de baan. Het ziet er echt super gaaf uit. En het is echt super cool, want ze hebben heel veel verschillende dingetjes in één pand gezet. En ja, het ziet er gewoon super gaaf uit. En dan hebben ze hier zo ook nog een hyperbowling. En dit is gewoon een bowlingbaan. Alleen met allemaal soorten nieuwe regels met kleuren van bowling. En hekjes die met kleuren aangegeven is. En dan met een bepaalde hoek kan je die raken en dan extra punten verdienen. En het is een soort disco-achtig. Heel gaaf. Alleen nu vanwege corona is het dus dicht. En ze hebben dit ook best wel vrij nieuw. En ja, de lampen die deden het nu even niet. Dus die kan ik helaas niet laten zien. Maar als hier zo, als het open is en je wil er zelf naartoe, zou dit wel echt super gaaf zijn. En dan als allerlaatste hebben ze hier zo nog een softplay. En dit is eigenlijk gewoon een heel groot Monkey Town-achtig gedoe. Waar je in kan klimmen en spelen en springen. En deze is 4 verdiepingen, super hoog. En ze hebben nog een super coole glijbaan. Dan hebben ze hier zo ook nog ABC. En dit is gewoon één heel groot restaurant met allemaal kleine restaurantjes erin. En het terras is nu wel open, maar anders kunnen de restaurantjes ook open. En als allerlaatste hebben ze hier ook nog een lasergame. Maar dat is veel te donker, dus daar kon ik niet filmen. Maar dat zag er ook super gaaf uit. Dus vond je dit een leuke video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Ik vond het er echt vet cool uitzien. Het springpark, maar ook alles voor de kleine kinderen. Dat zou ik zelf ook echt willen doen. Doe dan natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg!